gek apparaat, hè? Dit is de nieuwste conceptcar van Citroën. Hij heet Ami One. Ami, dat is een bekende naam, hè? Uit de 100-jarige geschiedenis van Citroën. Vroeger was dat gewoon een middenklasser. Nu gebruiken ze hem als naam voor deze concept. Deze concept is namelijk, ja, Ami betekent in het Frans, betekent dat vriend. Deze auto moet je niet als een auto zien, dit moet je als een, ja, als een reisgezel zien. Een auto waarin je instapt en die brengt je van A naar B. En eigenlijk heb je er voor de rest helemaal niks mee, behalve dat je hem misschien wel heel erg leuk vindt. Maar misschien herinnert u nog die conceptcar uit 2007, IAA Frankfurt, daar stond de Cactus. En die Cactus concept die was gebouwd volgens een nieuwe filosofie. En dat betekende minimalisme. En minimalisme, zo min mogelijk componenten, zo eenvoudig mogelijk design, lage productiekosten, laag gewicht. En als je een laag gewicht hebt, heb je ook een lage CO2-uitstoot. En daar wilde Citroën eigenlijk naartoe. Ook met de productieversie van die C4 Cactus, wat het uiteindelijk is geworden. Maar dat hebben die Fransen hebben dat eigenlijk op een andere manier weer geïnterpreteerd. Namelijk onder druk van de consument. Maar als je dan kijkt naar deze conceptcar, die Ami One, die is gebouwd voor een bepaalde doelgroep. En die doelgroep die is er nu volgens Citroën wel rijp voor. En dat is een doelgroep en die zijn gewend om met een iPhone om te gaan. Ja, en een iPhone is ook een heel eenvoudig product, maar wel een high-tech product. Het is heel basic, heel makkelijk te bedienen, maar nog steeds heel functioneel. En dat geldt eigenlijk voor heel dit concept. En dat concept, dat zetten die designers, zetten er maar al te graag op vier wielen. Ja, heel eenvoudig, hè? Kijk maar eens naar het logo alleen al. Dat is gewoon een sticker. Niet twee van die vergroomde elementen hier op de neus. Waarom niet? Nou, dat scheelt gewoon weer twee componenten. En als je naar het overall design kijkt, overigens die dubbele chevron, die zie je hier dan weer in terug, hè, maar dan 90 graden gedraaid. Als je dan naar het overall design kijkt, we lopen langzaam even eromheen, dan zul je zien dat die auto compleet symmetrisch is. En wat dan het grappige is, behalve de voorruit en de achterruit, die zijn er niet uitwisselbaar. En kijk je dan naar het design, dan zie je die opgezette achterschermen, voorschermen en die doen dan denken aan zo'n eend. En een eend is natuurlijk ook een auto die vanuit een bepaalde filosofie is ontwikkeld. Dat is een minimalistische auto. Maar wat ik zei, de auto is compleet symmetrisch. En dat geldt ook voor die deuren. Ja, we hebben hem al even op een kiertje gezet om hem makkelijk kunnen openen. En die deur die scharniert aan de achterzijde. Maar de deur aan de andere kant, want die scharnierpunten zijn natuurlijk niet veranderd. Kijk, die neemt dus die scharnierpunten neemt die over. Die zitten dus aan deze kant en aan deze kant. Waarom hebben ze nou die een suicide deur van gemaakt? Omdat dat juist de deurconstructie is die het in- en uitstappen heel erg vergemakkelijkt voor de bestuurder. Ja, en als je dan weet dat hoofdzakelijk in dit soort auto's, deze auto is bedoeld voor de stad, dan je makkelijk kan in- en uitstappen, terwijl dat je passagier neem je maar sporadisch mee. En je weet ook dat uit onderzoek blijft dat er heel vaak zitten mensen met 1,2 personen in de auto. Nou, nu we toch in het interieur zijn, we hadden het over symmetrie. Hè? Die stoelen ook symmetrisch, behalve het bevestigingspunt van die gordel. Aan de onderkant hebben ze hem aangepast voor de rechterkant. Deze auto die staat op rails, deze niet. Deze staat vast. Dat scheelt weer gewicht. Deze stoel staat ook iets meer naar binnen toe. Dan komen ze wat dichter bij elkaar te staan, waardoor je de breedte van die auto weer kunt beperken. Over die breedte gesproken, de auto is 1,50 meter breed, net zoals dat die hoog is, ook 1,50 meter. En de totale lengte is 2,50 meter. Over minimalisme gesproken, die zijruit, die doe je handmatig bedienen. Die doe je met deze hendel, trek je die omhoog en die klik je hier bovenin vast. De auto is gemaakt overigens van carbon fiber. Dat is natuurlijk pepertje duur, supersterk, superlicht. Maar dit is een conceptcar. De productieversie, als die ooit zou komen, ik denk het wel, want ze zijn wel heel fanatiek met het concept, dan zal die van andere materialen worden gebruikt. En die materialen die zijn ook allemaal heel erg goed over nagedacht wat ze gebruiken. Hè? Dus je moet wel eenvoudig die vorm kunnen maken. En ze moeten licht zijn en ze moeten natuurlijk in het één deel bestaan, zo min mogelijk delen. Datzelfde geldt ook voor, hier heb je een bergvak, bijvoorbeeld voor je iPhone. Gewoon een elastiek. Datzelfde geldt voor die vakken in de deuren. Dat doe je gewoon je landkaart of wat dan ook erin. De landkaart is trouwens wel erg old-fashioned. Straatboek ook. Want die heb je in deze auto helemaal niet nodig. Met deze auto gebruik je alleen je iPhone. En die iPhone die leg je hier bovenin. Dit is ook nog eens een keertje
een plaats waar die iPhone automatisch wordt opgeladen. Kijk, hij roept ons al goedendag, hello. Nou, vervolgens heb je hier een scherm, zoals bij een head-up display. Dan projecteert hij, in dit geval het navigatiesysteem, als bestuurder. Kijk je in dat scherm en je hebt gewoon je navigatie. Je hebt functionaliteiten die je van je telefoon overneemt. Dat scheelt ook weer gewicht, want die componenten zitten niet in de auto. En wat gebruik je? Je app en je navigatiesysteem. Ook dit onderdeel, grappig hè? Dit is voor je automatische transmissie. Auto is volledig elektrisch aangedreven. Accu ligt hier onderin. Volledig elektrisch aangedreven. D en R. Dit is dan je Bluetooth speaker. Maak je ook weer gebruik van je telefoon. Nou, dit is dan je gevaarlichten natuurlijk. Stuurwiel. Hier komt wel een airbag in. Maar die zit hier niet in. En als je dan kijkt naar hoe heb ik gesproken. In het stuurwiel zit hier niet in, zeg ik. Die zit ook niet aan de passagierszijde. Maar de passagierszijde heb je hem niet nodig. Want die stoel staat vast. Je zit zo ver van het dashboard af. Je kunt zelfs je benen strak hierop leggen. Nooit doen overigens. Maar dat zou bij zo'n spreek kunnen. Dus een airbag zou nooit een functie kunnen hebben. Achterwege laten. Scheelt de componenten. En dit is gewoon een bergruimte die ze hebben gemaakt. Bagageruimte heeft hij ook. Die zit hier achter. Als die bergruimte onvoldoende is. Maar die kun je alleen vanuit het interieur kun je die benaderen. Waarom? Nou, ook weer scharnieren, losse achterklep. Allemaal componenten. En wat Citroën zegt, deze auto die gebruik je hoofdzakelijk als eenpersoonsauto. Dus je gaat in die auto en zet je eigenlijk altijd al gelijk je spullen weg als je erin stapt. Net zoals deze op maat gemaakte tas voor deze conceptcar. Ja, en dan heb je ze gewoon hier liggen. Wat ik dan wel zou adviseren, doe ze even in een veiligheidsgordeltje of zo dat het vast ligt. Want heel die bodemplaat is natuurlijk vlak vanwege die accu. En dan schuiven die details, die schuiven dan heel makkelijk. Ook een leuk element. Doe denken aan de Citroën. Is het roldakje. Kijk. Eenvoudig systeem. En dat zorgt ervoor dat het zichzelf opvouwt. Ja. In één handeling is die te sluiten, te openen. Ook weer met dat minimalisme en dat eenvoudige bediening. Achterlichten. Heb je die al gezien? Misschien in beeld. Nou denk je. Allemaal lichtstrips. Nee. Deze lijnen, dat is alleen de reflectie van die bovenste en die onderste lichtstrip. Ik hoop dat die te zien is, want anders is het een beetje lastig, want dat gaat knipperen. En jullie zagen hoe ik de deur openmaakte. Hier zit een QR-code op. Die QR-code, dat doe je gewoon met je telefoon scannen en dan ontgrendelt de auto. In dit geval is het een prototype hier niet aan trekken. Dat vind ik niet zo netjes. Hè. Het is een kostbare auto, dus laten we het daar bouwen. Nog een heel leuk detail in die achterzijde. Als jullie weten waar het Citroën logo vandaan komt. Het Citroën logo, kijk, dat zit hierin verwerkt. Dat is natuurlijk een hartstikke leuk detail. Maar als je nou heel goed kijkt en je weet waar het logo vandaan komt, dan weet je dat het een tandwiel is. En dan, hoor je dit ook? Dan lijkt dit op een tandwiel. Hele mooie, ja, link naar dat rijke verleden van Citroën. Dat dit jaar exact 100 jaar bestaat. Oud weet dus, AMI. One, AMI betekent vriend, deze auto. Omhels je, die heuk je, daarom vind je hem leuk. Daarom hebben ze hem ook niet te futuristisch gemaakt. Mensen moeten zich wel ermee kunnen identificeren. En hij moet niet, zeg maar, boven de rest staan. Je moet ook niet doorschieten in je concept. Want dat accepteren mensen ook niet. Hè? Ze vinden het heel, ja, wat ze kennen, dat vinden ze al heel moeilijk om dat te begrijpen. Dus ga je verder, dan is het nog lastiger. Maar die AMI One en dan de A1 impliceert misschien dat er nog een toe komt. Ja, dat is iets waar Citroën zich niet over uitlaat, maar gaat ervan uit dat er nog meer varianten rond dit thema komen. Want dit is een thema dat heeft de toekomst. De huidige iPhone-generatie, die vinden mobiliteit vinden ze belangrijk. Het bezit van een auto, dat neemt af. En met deze auto, deze conceptcar, ga je toch richting het deelauto-concept of het concept van een rijdend kokonnetje dat je in de stad gebruikt. Actieradius van deze auto moet je ongeveer rekenen op 100. Maar ja, dat zijn gewoon papieren cijfers. Want het is een conceptcar en hij rijdt nog niet. Hij is ook nu niet te koop. Maar misschien, wat ik zou zeggen, schrijf even een brief naar Citroën. Want dit is echt een concept dat voor de toekomst bedoeld is. En hier zit echt toekomst in. Dus misschien dat de liefhebbers Citroën, die Fransen, een beetje onder druk kunnen zetten. En anders hebben we nog altijd gele hesjes, hè, waar we op de Champs-Élysées voor het hoofdkantoor van Citroën kunnen gaan staan van AMI One, AMI One.